Hallo allemaal. Jullie hebben inmiddels meerdere video's kunnen zien, onder andere van de Freedom Vloggers. Wij zijn deel van de Freedom Vloggers. En wij willen graag weten hoe de oorlog was in onze omgeving. En hoe wij aan onze vrijheid gekomen zijn. Best gek eigenlijk. We maken vlogs over vrijheid, maar onze mond is wel gesnoerd. Een groep met jongeren uit Schermerhorn die met elkaar vlogs hebben gemaakt om erachter te komen wat er in de Tweede Wereldoorlog zich allemaal heeft afgespeeld in hun eigen omgeving. Maar in de Rijp heeft er ook een theatergroep gespeeld die over hetzelfde onderwerp met elkaar aan de gang gegaan zijn. Vandaag brengen we voor jullie in beeld die twee groepen die samengekomen zijn. Er is nu, as we speak, een bijeenkomst gaande in de Groene Zwaan. Laten we eens binnen gaan kijken. Wat er gaat komen, gebraken de resten zijn er over van zijn dromen. Heb een hart, slapen doet hij bijna niet meer. Alle gedachten is. Samen zijn zij bezig om een spoken word versie te maken van het lied Achter in het Stille Klooster. Dit nummer dat is in een van de vlogs gezongen door de oma van Owen. Op het eind had ik nog een lied. Dat was ook op het einde van de oorlog. En dat had ik willen zingen met in die tijd van 75 jaar bevrijding. Maar ja, de corona die deed alles dicht, dus ik heb het nooit gezongen. Achterop het stille klooster klopt een moeder aan de poort. Ligt mijn zoon hier soms te sterven? Ik zou zo gaan tot hem gaan. Ligt mijn zoon hier soms te sterven? Ik zou zo gaan tot hem gaan. En dat vonden we zo'n bijzonder moment dat we hebben gezegd van laten we kijken of dat we met de kinderen die aan dit project meegewerkt hebben eigenlijk ditzelfde lied, maar door hun voorgedragen kunnen teruggeven aan haar, maar ook aan de andere mensen die aan dit project hebben meegewerkt. En zoals jullie zien, zijn ze druk bezig met instuderen. Voor eeuwig voor Gods troon.